Jeeha! Bart, Iris en Anouk presenteren dit jaar de Tienerdag XL. En deze drie leukerts staan namelijk ook in de Tina met een supergroot interview. Maar Bart test wel eventjes de kennis van Iris en Anouk over wat ze nou allemaal weten over de Tienerdag. Hey, wij zijn al helemaal klaar voor de Tina-dag, want wij gaan hem met z'n drietjes presenteren. Maar ja, wie is nu de echte cowgirl? Nou, ik zou het heel graag willen zijn, maar ik val helaas wel af. Dus mijn twee liefdallige dames zitten naast mij. En wie verdient deze mooie hoed? Wie staat hem beter? Wat vind jij? We gaan een quiz doen. Oké, jongens, let op. Handklap. Wat draag jij sowieso naar de Tina-dag XL? Dit is een meer keuze. Ik dacht dat je en ik in de box wel wat gewend was. Is dat A, een mooi gala-jurkje? Is dat B, een groene harenbroek? Of C, een roze cowboyhoed? C. Jij was sneller. 1-0 voor Anouk. Bam, 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 bam. Vraag nummer 2, ga snel door. De allerleukste workshops doe jij A, op het Tina Shopplein, B, in Tina DIY Plaza of C, in de Tina Giga Goedhoek? Oh! Ja? B. Dat is goed! 1-1. Oké. Gaan we vraag nummer 3. Welke knapperts kun je dit jaar tegen het lijf lopen? Is dat A, de jongens van Main Street, B, Austin Mahone of C, de jongens van 5SOS? Ik denk Main Street. En dat is goed! Ja! Yes. Wow, wow, wow. Maar Beat Brave komt volgens mij uit. Echt? Ja, volgens mij uit. Want scoren ook weer 2-1 hè, voor jou. Ja. Ja. Oh, stop. Wat gebeurt er elke donderdag om klokslag 4 uur? A, er valt een nieuwe Tina op je deurmat. B, er wordt een nieuwe Tina Dag artiest bekendgemaakt op tienerdag.nl. Of C, er wordt een nieuwe datum voor de Tina Dag bedacht. Dus zachtjes. Ja, het ligt er natuurlijk aan wanneer ik jaar. Nee, alleen om 4 uur. Maar het wordt er artiest bekendgemaakt. Je moet het niet zeggen. Artiest bekendgemaakt. En welke wereld was dat? B, toch? Dat is goed. 2-2. 2-2. Vraag 5. De Tina Dag die wordt al heel lang elk jaar gehouden. Ja, dat was een. De hoeveelste editie is het dit jaar? Is dat A, de 18e, B, de 24e of C, de 50e? Yes. A? De 18e, zeg jij? Hmm? En dat is fout. Sorry, nee, dat is B, de 24e. Dus dat betekent een punt voor jou. Oh, echt? Ja, staat het dan... Niks voor 2-2. Nee, 3-2. 3-2, ja. Zo. Ik mis een telletje onder de beeld. Wat kun je niet doen op de Tina-dag XL? Ja, ik hoop het. Wat kun je niet doen? Wat kun je niet dan doen? A, in de leukste attracties. B, zwemmen in het tiki-bad. Of C, huiswerk maken. C. Ja, dat is goed. Ja. 3-3. Laatste vraag. Ik ga niet vals spelen, schrijf het goed, hè? Nee, ik vind het heel belangrijk. Dames, de laatste vraag. Het staat 3-3. Er kan nog van alles gebeuren, maar dit is de laatste vraag. Waar wordt de Tina-dag gehouden? A, in het centrum van Groningen. Je moet me helemaal laten uitpraten. B, op de ijsbaan in Amsterdam. Of C, op het attractiepark Duinrel in Wassenaar. Oh! Ja, dat is sneller. Ja, dat is sneller. En C is goed! Is de schrik van de cowgirl. Yes. Ja, ik ben er maar voor. Hoe voel je je, Iris? Ja. Heel goed, maar gelukkig hoef ik dit jaar niet alleen te doen. Dus, want... Ja, we zijn er allemaal. Mag ik mijn laarzen dan ook, hè? Ja, je kan. Je moet. Ik moet. Je mag. Dan ga ik een country liedje zingen. Kijk, yeah. Wij zijn er al helemaal klaar voor, maar zijn jullie dat ook? Tot de Tienerdag. Doei! Wow, oké. Dat was echt mega spannend. Ik had alle vragen goed, dus ik heb deze wel verdiend. Hoeveel antwoorden had jij eigenlijk goed? Laat het weten in een comment en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!